Dag Pure bezoekers. Dag iedereen. Een speciale Pure Play. De feestdagen zijn volop bezig en kerstmis is achter de rug. Ja. En voor jullie dan nog een extraatje, want deze was eigenlijk niet in de planning opgenomen, maar hij kwam dan toch tevoorschijn. Ja. De multiplayer beta van God of War Ascension. And Jesus Christ, is it sweet. It is good, yes. Ongelooflijk. Het is een speciale Pure Play deze keer, dus geen scores, geen plus- en minpunten direct, al kunnen we zo wel zeggen... Het is ook een beta, dus dat zou ook niet eerlijk zijn. We kunnen wel zeggen... Wat het er goed is aan de multiplayer, maar wat dan wat nog beter kan. Wat misschien gewoon, nog beter kan, eventueel. Ja, dus. Maar het is echt wel een pure play in de zin van we gaan spelen en jullie zien mee hoe dat de multiplayer er in de eerste blikken uitziet en hoe dan speelt enzovoort. Hey, als je de beta opstart, want het is een beta natuurlijk, dan heb je eigenlijk keuze uit twee fracties eigenlijk. Je wordt eigenlijk op Olympus gedropt. Ja, je gaat wel in het volledige spel keuze vier hebben uit vier. Natuurlijk. Vier in fracties. In de beta zijn het er twee. Ja. In totaal is het Ares. Hades, Zeus en Poseidon. Ja, uit die vier ga je kiezen en die zijn eigenlijk die staan voor respectievelijke klassen, kan je zeggen, waaruit je kiest. Maar aangezien dat Hades en Poseidon in de beta gelokt zijn, kan je alleen maar kiezen tussen en Ares en Zeus. In de beta kan je ook kiezen tussen twee klassen terwijl je speelt. Ja. Dus je kan alleen, en ik denk in de echte multiplayer niet. Eén keer dat je een klasse gekozen hebt, moet je dan misschien een nieuw karakter pakken. Ik denk niet dat ze dat gaan doen. Nee? Voor de multiplayer dat ze zo zeggen, kijk... Het zou wel cool zijn dat je natuurlijk, als je zegt van, ik ben de combat buik, nu naar een magie gericht personage mee. Ik denk dat je dan een nieuwe gaat moeten doen om te levelen. Hier kan het alleszins, dacht ik. Hè. Hier wel. Maar ik denk dat dat ook is om te laten zien hoe de gameplay in elkaar zit. Ik denk dat het er gaat insteken, maar goed, dat weten we dus niet. Ik ben niet zeker. Als jullie denken dat het erin zit, laat het in de comments. Ja. Zoals gewoonlijk. Ja. Nu, gekende multiplayer gameplay wel. Champion is dan zogezegd je eigen personage customizen met wapens, zwaarden en hamers bijvoorbeeld. Voorlopig. Ja, en dan gaat dan ook de stats verhogen of verlagen naarmate hoe sterker dat je wapens worden. Ja. En je verdient die dan door allerlei opdrachten uit te voeren tijdens het spelen, zoals hier. Execute 10 player enemies in brutal fashion. 7 van de 10 momenteel. Hetzelfde dan voor het zwaard en hetzelfde ook voor de armor. Zijn nu enkel hammer en sword. Waarschijnlijk in de toekomstige versie zullen er van alle zaken die we eigenlijk laten zien zoveel meer zijn. Er kan misschien meer in zitten. Ja. Dat is mogelijk, maar het is alleszins al mooi uitgewerkt begin, tot nu zeker. Toe. En in de multiplayer beta, want het is een gesloten beta, dus niet iedereen heeft een uitnodiging kunnen versieren, zitten er twee modes en twee maps bij gevolg. Eigenlijk voor elke mode één map. Ja. Favor of the Gods. En Team Favor of the Gods. Ja, en Team Favor of the Gods. Wat neerkomt maar het zijn op... verschillende maps, voor alle duidelijkheid. Ja. Het is misschien van naam quasi hetzelfde. Ja, wat neerkomt op Deathmatch en Team Deathmatch eigenlijk. Ja, inderdaad. En we gaan daarom nu eerst een Favor... Team Favor of the Gods doen. Ja, dus 8 spelers in totaal, 4 in elk team. Ja. En we kunnen al een beetje zeggen wat de bedoeling is. Het is eigenlijk in Team Deathmatch, de naam zegt het zelf, een puntensysteem. Maar de manier waarop je punten scoort is zeer origineel bedacht. Ja, we zullen daar misschien straks verder op ingaan, op het moment als we in de map zelf zitten. Want nu moeten we nog even wachten op een paar spelers. Ja, maar het gaat vrij snel, dus dat hebben ze ook al goed opgelost. De matchmaking zit goed in elkaar, zelfs in de beta al. Lang wachten moet je haast nooit. En we komen zo dadelijk terug bij jullie, zodra we een match gevonden hebben en kunnen spelen. Jawel. Tot straks. Tot straks. The competition to win the favor of the gods will test even the mightiest warriors. The Desert of Lost Souls. Ja, mooie intro van een mapje. De team Favor of the favor gods. Of the gods ja. Waarbij dat twee spelers, twee teams van acht. Twee teams van vier. Spelen. Ja, acht in totaal. Ja. Voor de eer van hun god zogezegd moeten vechten. Ik ben hier al een paar vallen ook aan het activeren. En het is gewoon de bedoeling om eigenlijk voor het, als eerste team de 8000 punten binnen te halen. Of als de tijd op is natuurlijk het meeste punten te hebben. Ja. Ik ben hier nu een paar altaren aan het vangen. Je ziet ook de cycloop eigenlijk dichter en dichterbij komen. Ja, die staat in het begin van de match achteruit, maar die begint zich echt te werken naar voren en de kettingen tegen te werken. Die hebben ze gevangen, maar die pak ik gewoon terug af. Auw, iemand heeft hier een vallang aangeactiveerd. Dat was wel verstandig natuurlijk, maar niet genoeg, want ik pak hem gewoon af. Dat begint hier al direct goed, want het is hier 575 tegen 200. Ja. 675, excuseer. Total domination, je kunt er wel. Nog een valletje activeren. Nu, als jullie denken van die cycloop, die staat er een beetje mooi gewoon te wezen op de achtergrond. Dat denk ik niet. Wacht maar tot straks. Ja. Dan gaat duidelijk worden wat de bedoeling eigenlijk is. And dude, you think you got, but you do not.
is wel goed. Zoals jullie zien ben ik meer combat gericht. Ik heb dan ook Ares gepakt als schot. Ja, ze zijn even naar beneden springen, man. Ja, ze zijn echt volop tegen mij bezig. En nu kan hij een brutal kill maken en hij doet het niet. How lame are you, Mr. XX Hard Power XX? Ja. What a lead name, man. What a lead name. Daar. Ja, pak hem. Pak hem terug. Het is 2 tegen 1. Echt revenge. Het is tijd voor wraak, echt. Er is een schildje opgeroepen. Oh, jong. Dat is blijkbaar een speler die al redelijk sterk is. Dat is nog een probleempje blijkbaar in de matchmaking van het spel. Dat is sukkel. Dat je bijvoorbeeld, toen wij als level 1 begonnen, werden wij direct gezet ook tegen mannen met al een redelijk breed panzer enzovoort. Ja, dat was zielig gewoon. En dat was echt zo van, ja oké, ik word hier gewoon toch ingemaakt. Wat heeft het voorzien dat ik hier iets doe? Maar daarna, eens als je... Ik ga hem pakken. Eens als je wel wat geleveld... Brutal kill. Nee. Het is 2 tegen 1, man. Dat is totaal gewoon afgemaakt. Kon niks doen. Je wordt dik ingemaakt. Ik denk dat die team maar met 3 staat. Nee, 4 tegen 3. We hebben gewoon 2. Ah. We hebben gewoon een heel sterk tegenteam. We hebben juist nog een kill kunnen halen. Dat is wel... Met 3 op 1. You will not win, Omega Olympian 11. Time to burn in hell. Die kerel is gewoon kapot. Ja. Ziet dat tof, man. Ingemaakt, dankjewel. Ik heb wel geen brutal kill kunnen maken, maar... Het zal nog wel komen, hopelijk. Nu, ik zit hier ook nog punten te verzamelen door die kisten open te slaan. Ja, het moet wel terugkomen, je zei het wel. Ja, we moeten inderdaad wel terugkomen. Of dat we winnen of verliezen, dat doet er niet zoveel toe. Nee. Maar het is toch leuk voor. Maar we tonen daarmee ook toch wel hoe dan precies in elkaar zit. Ook allerlei typische moves uit God of War. Ja. Ook met vierkantje bijvoorbeeld. Oh, weg daar. Dat was de bedoeling. Met vierkantje gewoon aanvallen, driehoekjes en zwaar aanvallen. Enzovoort. Dus je kent de God of War gameplay zit er wel in. Ja. Ook het dodgen met de rechterstick. Ben weg. Nee. Juist niet. Ik heb wel het kunnen vangen tenminste. Ja. Dat is toch iets. Want eigenlijk moet ik straks wel iets met die cycloop kunnen doen om ons voorop te krijgen. Maar dat gaat niet zo sakkel worden, heb ik indruk. Oh, een kerel of net op tijd. Ja, het is weer 2 tegen 1, hè. Ja, doe maar jongens, doe maar. Weg. Oh, close one. Klootzakken. Opnieuw dan maar. Ah, recht in de val gelopen. Man. En dan nog een beetje meer fikken, waarom niet? Die health station die is wel handig. Ja. Daar is weer zo'n rode kist. Ja, het is een beetje op voorsprong te krijgen. Je zit wel een beetje aan het terugkomen. Het is op 2 tegen 1 momenteel qua stations. Ja, we staan wel niet zo ver achterop, maar nee. Er moet wel iets gebeuren hier. Ja, een ommezwaai kan gelukkig altijd in deze map. Bijvoorbeeld de cycloop neerhalen alleen is al significant wat punten waard. Alleen X, man, blok toch. Alleen druk. There you go. God intervene, dat is belangrijk. Stay away from me, stay away. Ja, laat hem achter je aanlopen. Maar die wist dat het ging komen, dus. Ja, ik ben wel even teruggegaan om mij te gaan healen. Maar die speer is dus broodnodig om die cycloop te lijf te gaan. Ja. En wie de cycloop neerhaalt, haalt een belangrijke slag thuis, want krijgt 1000 punten. Jeez, dat gaat hier echt zwaar tegen zwaar gewoon. Hou hem van mij af. Ja, je hebt yes! Nu moeten we die hier volle bak belagen en ik ben ingemaakt. Ai. Damn it, zo nipt, so close. Die kist, ja. Die kistjes geven 50 punten per keer, maar zoals jullie zien, kan het snel verkeren. Ja, en als de speer trouwens verdwijnt, dan komt hij normaal gezien gewoon terug. Ja, gelukkig. En je normaal gezien nog zien. Niet maar één kant. Ja, daar is een brutal kill. Hopla, gedaan ermee.
Daar komt de speer weer. En alle vier staan ze hier, hè. Iedereen in ons team van die speer is van ons, mannen. De speer is van ons. Ja, de speer. Pakken. Het is even stiller, want we moeten die speer echt wel zien te pakken te krijgen. Ja, oh, weg daar. Ja, goed. Weg daar. Die gaat neergaan. Ja, die moest ik hebben. En nu, met die speer, gaan we naar de vijand gaan. Oh my god, man. Die gaan mij nog tegenhouden van die kill. Nee, hebbes. Hebbes. Dan gebeurt dus dit. Man, dat was even spannend. Dat was even nip. En dan maken we die cycloop brutaal af. Sorry voor de stilte daar straks, maar dit het was toch wel iets een te spannend. Stukje. Ja. Dan moeten we toch even wel op concentreren. Typisch God of War-stijl. This is revenge for ja, kicking my arse. Ja, de cycloop daar in de achtergrond hangen. Dat was wraak, man. Klootzak. En je ziet ze nu voorstaan ineens met 6800. Ja, de, gewoon die 1000 punten, gewoon die hè. 1000 punten. Die gaan echt nog de match gewoon in ons voordeel doen kantelen nu. Moest het zijn dat het in de laatste 10 punten gebeurt, in de laatste 1000 punten wil ik zeggen, dan krijg je wel een heel cool animatie van heel het team te zien, dat ze die neerhalen en dat is gewoon een instant win dan ook in de match gewoon. Dus, maar allemaal wel heel cool verzorgd. En je hebt nu ook gezien, die aanval, die sprong. Allee, het is echt gewoon in de stijl van God of War, zo over de top, maar God of War over de top. Dus aanvaardbaar en zoals het eigenlijk zou moeten zijn. And you poor lad, what are you doing? Kale springt gewoon weg. Maar het is eigenlijk te vergeefs voor het andere team, want het is gedaan. Nog niet. Oh, zo goed als. Dit over. Ze kunnen echt niet veel meer maken. Ik ga het leden zien. Misschien nog L1 in gooien. Ja. Dan ga ik een keer in een portaaltje springen, zie zo, dan gebeurt dus dit. Oh, gewoon. Kale is altijd weg, man. Dat is ongelooflijk. Je kan... Pak deze altijd, dan... Je kan via die portaal... Oh, ja, R2. Bam. Nah, heeft het heeft dat is even de magic die in actie zat. Zo zijn er weinig, vind ik. Te weinig. Zo'n die putjes of moves. Hier zie je, we gaan nog op eentje van hun pakken. Misschien de laatste wel. En dan is het gedaan. 50 punten. Bam. Het is binnen. Voilà. Zullen. Dat was Team Favor of the Gods. Ja, even een intens matchje. Ja, het was echt wel spannend op een bepaald moment. Ik wist niet direct meer wat zeggen. Maar je hebt het gezien hoe dat ongeveer marcheert, hoe dat werkt. En hadden we die cycloop niet afgemaakt, dan hadden we waarschijnlijk verloren. Ja. Want die 1000 punten hebben echt wel een groot verschil gemaakt. Ja, inderdaad. Maar heel cool in beeld gebracht. En zodra de spelers ook eens gaan doorhebben dat ze moeten gaan voor die speer, dan gaat het misschien ook eens wat spannender worden. Want tot nu toe ben ik in heel veel matches echt al de enigste geweest die de speer wist te pakken en ook ermee gewoon de cycloop kon neerhalen. Dus... Ja, inderdaad. Misschien moeten de spelers dan iets meer zich wel beginnen daarover informeren en doorhebben dat... Maar dat is aldoende leerpunt. En eigenlijk, die beta op zich is al heel leuk om te spelen. Zoals al zijn het maar twee maps. Ja. Het blijft fris aanvoelen. Het blijft ook typisch God of War aanvoelen. Ja. Zeer belangrijk, want dat is niet zo evident om dat hele spelniveau en heel dat genre te porteren naar een online game. Maar... Dat was ook inderdaad waar de meeste mensen voor vreesden van, ja, hoe gaan ze er in godsnaam eigenlijk een multiplayer van maken? Maar het is op een soort van traditionele manier gedaan, maar wel goed in het God of War-universum geïmplementeerd. Zeker. Ook armor te verkrijgen, dus dat hebben we allemaal al uitgelegd. Maar het voelt zeer natuurlijk aan. Het is alsof het zo ook hoort te zijn. Ja. En dat was nu wel één van de matches dat we hebben gedaan, maar nu gaan we ook nog kort even in een deathmatch kruipen. Ja. Want daar... Is het free for all eigenlijk? Ja, en ook in een, bevindt het zich in een andere map. Dus we gaan weg van de cycloop en we gaan naar de arena van Hercules, als ik mij niet vergis. Die eigenlijk recht uit de game komt, trouwens. Ik weet niet of het de 3 of de 2 was, ik denk de 3. De 3. We gaan daar nu naartoe. Ja, tot straks. Tot straks. The competition to win the favor of the gods will test even the mightiest war. We zijn terug voor een gewone Favor of the Gods dus nu. Ja, iedereen, team Favor of the Gods. Ieder tegen elkaar. In Hercules Arena dus. Jullie zullen zien dat Hercules ook een rolletje gaat spelen, dat hij af en toe ook wel... Staat er niet inderdaad om gewoon maar mooi te wezen, net zoals bij die cycloop. Die had ook een nut. Oh, you bitch. Ja, hij heeft er wel goed van gebruik gemaakt. Ja, inderdaad. Dat is wel niet leuk, want nu heb ik weer meer werk. Alleen om te... I'm doing that shit. I'm doing it. Ah, ik zou graag wel één
Allee. Eén brutal kill. Halen. Ja. Zoals nu dus. Ja. Oh. Bam, jongen. Oh. Oké, mijn pure play is nu al geslaagd. First blood zelfs. Ik wou echt die... Die pakt hem. Get hem. Oh, hij is onzichtbaar. Check, man. Ik denk dat dat... Of dat was dat een ability of dat was een glitch, maar ik denk dat het eerder een ability was. Ik denk het ook. Dus. Vandaar ook, we hebben een paar glitches al gezien intussen. Het zit dan ook een beta, dus ja, dat er foutjes in zitten. Er stond ook duidelijk in het begin van de beta, dit is geen accurate representatie van het eindproduct. Dus ja. Ik ga hem hebben. Ja. Nee, ja. Nee, hij is eruit losgeraakt. Yes! Ik heb hem nog. Oh. Ik had hem. Ja. Good enough. Wat er wel nog niet in zit, wat we denken dat er later wel gaat in zitten, is een soort matchmaking multiplayer systeem. Een party systeem. Maar sociaal ook, inderdaad. Dus dat je vrienden kan uitnodigen enzovoort. Zit er nu nog niet in, maar dat klinkt ook misschien een beetje logisch. Want het is een gesloten beta, dus dat je iedereen zou kunnen uitnodigen lijkt misschien inderdaad vreemd. Kerel heeft die speer kunnen pakken. Hè. Ja, soms verschijnen hier ook wapens gewoon op het toneel. En dan kan je die ook vangen en daarmee dan natuurlijk het gevecht in uw kant doen. Kantelen. Ik heb gelukkig hier zo even wel dat kunnen oppakken, die health shrine, want dat was ook weer nodig. Ja, vecht maar tegen elkaar. Heerlijk, ga hier tussenuit in de andere. Dat was net de bedoeling. Schitterend. Dat was echt mijn intenties. Ja, hij wat blokken en wat pareren. Dat was ik wachtte gewoon. Het zou uitkomen. Het gaat hier echt goed, man. Ja. Het gaat hier iets beter dan in de team... Oh, gaat hier iets beter dan in die team deathmatch. Die aanvallen heb ik niet gezien van de Hercules. Gewoon. Oh, magic. Ja, de magic is... Pakken. Het is health rock, ja. Ja, magic, nou, ik blijf het zeggen, het is echt jammer dat er zo weinig in zit. Meer magic zou echt leuker zijn, dan kun je variëren. Ja, ik kan het dus niet weten, want ik heb mij direct ingeschreven bij het Ares. Clubje van Ares. Mag ik meedoen? Ja, van de club van Ares, hier zo. Omdat ik gewoon ook een veel betere warrior krijger ben dan een magic warrior. Bah! Dat is direct weer afgemaakt. En ik, en die andere ook. Ik denk dat Pwns hier aan het winnen is. Alhoewel. Sam. Die Sam 9200, die doet het ook goed. Ik denk, minste deaths is het belangrijkste. Of, ik weet niet hoe het puntensysteem precies zit. Ik vind het nog altijd vreemd dat sommige mensen die amper iets doen, nog altijd eerst kunnen worden. Dat kan blijkbaar. Het is weer zo'n kistje. Daar heb ik nu geen tijd voor. En ik ben van de AI gegooid. Ja. Dat was nu wel door Hercules. Maar zoals je ziet, Hercules ook wel... speelde ook altijd een achtergrond, altijd een significante rol. Altijd zo geweest al bij God of War, sorry. Ja. Mooi. Inderdaad, goed opletten. Die kerel nog, die King of the Games daar, man. Dat shoot toch. Die speer. Die potverdomde speer. Nee. Ah, te laat. Ja, die wat anders in lopen. Yep, voilà. Echt belangrijk, die wapens, hè. Het zijn allemaal elementen waarvan je gebruik moet maken om te winnen. Ja, de omgeving kan het ook snel. Echt. Het is altijd fris. Eigenlijk elke nieuwe game dat je opstart is altijd een soort verrassing, zeg maar. Altijd leuk. Die King of the Games, hoe kan die nu in godsnaam overleven? Nee. Sterf jij, vuile kloot. Redemption is mine. Het is nu 1 tegen 1 even. Ja. Sam wint wel. En iemand anders gaat met de kill lopen. Toch niet. Een brutal kill. Zelf nu helemaal ingemaakt. Brutaal, maar het gaat er echt hevig aan toe. Hè. Ja, het is ook. Je zit constant ritme in actie. Je verveelt je geen seconde. Zelfs niet met de bijdrage, ik kan direct een wapen pakken. Dat was dus inderdaad weer al mijn bedoeling. Dat is 200 vechten om mijn been. Ja, de spawner er mee. Ga mij eraf slaan. Nee. Dat gaat hier niet gebeuren, zijn maat. Maar nee, mij, jong. Geen brutal. I know, man. Maar kills zijn kills, echt. Ik had het misschien beter gedaan, maar ik was mij aan het concentreren op het gewoon neerkrijgen van die pawns. Ja, Hercules gaat weer iets doen. Ja, daar gaan we weer. Weer zo'n schokgolf. Daar kan ik van profiteren, natuurlijk. Het loont echt om in het begin door te zitten, ook trouwens in de beta alleszins. Opnieuw hier, soms sorry voor de stiltes, maar het is
zo intens. Ik moet echt hier soms echt focussen, want het is slaan en dodgen en dan terugslaan en pareren. Die wapens vangen, misschien eventueel een health slot hier ergens. Zo'n health, alleen ik ken het wel, een health fonteintje. Het zijn echt fonteinen, maar ik snap wel wat dat je wilt zeggen. Ja, dit is het meest accurate woord wel. Gelijk daar, daar is hem nu juist. Zie. Veel te laat wel lelijk, maar ik pak hem af. No, no, lad. I do not agree to your shit. Ruggie, blijf maar gaan, man. Echt waar, die moet neer. The king of the games. I demand some satisfaction. Killstreak denied. Dan gaan we die health weer oppikken. Hop. Hop, daar is iets. De speer. Nu gaat hij mij willen kapotmaken voordat ik die kan gebruiken, natuurlijk. Hè, want die speer is wel redelijk sterk. Ah, yes, and he got me. Oh jong, dat is... intens! Kapot gemaakt. Echt aan stukken gewoon gesneden. You lose! Ja, je ziet ook de ledematen eraf vliegen. Bij brutal kills. Brutal kills zijn effectief brutal kills. Ja. Hier is het nog in evenwicht, maar in het begin gaat het ook nog even wennen zijn. Omdat die matchmaking nog niet helemaal optimaal is. Maar ja, wat ons betreft, toch echt een topper en alvast geslaagd. Met nog een kleine paar aanpassingen en natuurlijk de volledige versie van de game, denk ik dat het echt een topper gaat worden. Ja, ja. We gaan even nog een match ingaan en dan gaan we afsluiten. Ja. Tot zo dadelijk. Tot zo dadelijk. En we zijn terug in de Desert of Souls. Ja, hiermee gaan we dan ook afsluiten. Desert of Lost Souls, wat is het nu ook alweer? Ik heb er eigenlijk niet op gelet. In een matchje Team Favor of the Gods. En we gaan hier dus inderdaad afronden. We gaan gewoon een matchje in, gewoon omdat de multiplayer... nogal echt goed is om te spelen, echt wel. Dus wat hebben we eigenlijk gezegd? De matchmaking moeten ze wel blijkbaar iets aan doen, want als je als speler 1 in een match komt direct met mensen die al veel betere armor hebben. Maar dat komt natuurlijk ook door de selecte groep eigenlijk, ja, kan ook. Waarmee je mee... Dat zou dus wel moeten, alleen toch zeker in orde zijn dan, hopen we. Dat ze daar iets aan gaan doen. Daar zal ook misschien wel een party systeem in zitten om... om matchmaking tussen vrienden mogelijk te maken of tot dezelfde groep te laten behoren. En voor de rest gaat er ook veel meer opties zijn in de uiteindelijke versie. Hè. Er gaan veel meer maps zijn. Ik vermoed dat er ook meer modi gaan zijn, al kan ik dat niet volledig bevestigen. Maar deze twee waren alvast wel... ook meer items en armor waarschijnlijk. Zeer interessant, en ja. En natuurlijk ook meer magic. Ja, en natuurlijk ook de twee andere facties. Hè, van Poseidon en Hades. Ja. Dat was hem. Dat zijn de twee die dan nog moeten komen. Die twee zijn het vooral dat we dan nog moeten hebben. Die en natuurlijk gooien, voor een ik weet het, maar ik wil die eerst kunnen een pak slaag geven. Serieus, zeker van. Als ik even kan focussen nu. Ik zie er zo'n andere en die kan mij komen helpen, maar. Hij swoopt en geen wapen gooien mee. Kill hem, kill hem. Ja, die hebben. Ja, hij heeft mij. Wat hij van armor ook heeft, geen idee. Geen idee, maar hij heeft mij wel ingemaakt. Ja. Nu, voor een uiteindelijke bespreking zijn we er volgend jaar terug in maart, want dan komt de volledige God of War Ascension game uit. Ja. En natuurlijk dan ook de volledige multiplayer. Als ook de singleplayer, maar dat is dan voor dan. Wij spelen deze beta nog even door en dan wachten wij samen met jullie ongeduldig af. Ja. Tot in maart. Want dan verschijnt dus God of War Ascension. Ja, en er staat alvast op mijn lijstje. Ja, staat bij mij ook hoog aangeschreven. Multiplayer beta is alvast een zeer mooie verrassing. Inderdaad. Inderdaad. En als ik nu nog de kerel kan afmaken, dan... zo. Oh ja. Thank you, Cyclops boy. Dan kunnen we nu volwaardig afsluiten. Ja, tot... hij heeft mijn leven gered. Inderdaad. Het wordt lang wachten tot maart. Tot de volgende. Bye. Bye.